Hallo, dames en heren, jongens en meisjes. En leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Maxed Out Minecraft. Ja, we gaan weer modden doen. We zijn er weer mee begonnen. En wat wij vandaag gaan doen is iets wat eigenlijk normaal in Vanilla Minecraft wordt gedaan. Wij gaan namelijk een Bastion raiden. En aangezien Bastions niet heel veel geüpdate zijn, kunnen wij hier niet veel speciaals doen. Maar alles wat we wel kunnen doen is speciale loot vinden. Want in Bastions kun je speciale loot vinden, zoals de items die ik hier bijvoorbeeld heb opgehangen. Of mijn Master's Katana. Dat soort dingen zijn speciale items die je in normale loot chests vindt. En daarvoor zijn Bastions dus een hele goede source. Ook dit armor kun je ook in Bastions vinden. En Bastions hebben al met al in normaal Minecraft de meeste loot. En ja, als ze de meeste loot hebben, dan gaan we er gewoon op af. Dus ik ga op zoek naar een Bastion. En ik neem jullie met me mee. En dan gaan we dat ding gewoon helemaal neerhalen met onze katana en zoveel mogelijk piglins slayen, denk ik. Oké, ik heb definitely een Bastion gevonden, maar dit is niet de Bastion waar ik op hoopte. Of niet de Bastion die ik van tevoren gezien had. Dat sowieso niet. En ik ben mijn gold armor vergeten, dus we moeten maar gewoon wat piglins killen. In de hoop dat we de treasure room inkomen. Oké. Hallo. Please follow me. Goed zo, jongen. Ik weet toevallig dat jullie niet lava resistant zijn. Maar hij kan vervelend worden. Hij minder. Zo, ja, moet ik gewoon de lava inlokken, jongeman. Of daar gewoon laten. Maar zo is denk ik het makkelijkste. Zo. En dat waren ze. En dan moeten wij nu naar binnen. Jij wil ik ook nog weg hebben. Zo. Volgens mij is dit ook een treasure bastion. Dus dat betekent dat hij wel wat gevaarlijker is. Maar wel betere loot heeft. Dus dat scheelt. Dat is een win situatie. Ah! Pretty. Oh, damn. Oh. Oh. We hebben ook geen respawn point. En we hebben niks. Hebben we een... Ja, we gaan ons toch heel even een golden helm maken. Want ik heb liever dat ik alleen maar normale piglins... Of dat ik normale piglins gewoon kan ontwijken. Dan dat ik heb dat ik alles moet gaan ontwijken. En ik weet niet hoe treasure bastions in elkaar zitten. Maar ik weet dat er een treasure room in zit. En dat is deze room aan deze kant. Dat weet ik toevallig wel. En ik weet dat die best groot is. Zo'n bastion. Oeh. Looten, looten, looten. En daaronder zit de big loot. De supreme dream. Oh. Hallo. Oh, ik heb ze allemaal wild gemaakt. Nou, dan is het gewoon dit hoor. Deze makkelijk piglins neerhalen. Dat zeg ik je wel.
Zo, en dat waren de meeste. Ik wil niet die zombified piglin aanvallen. En wat we dan doen, dan pakken we de broom. De broom, yes. En dan gaan we eens een koekeloertje nemen. Of hieronder nog meer guys zitten. Ik weet dat er een magma spanner zou moeten zitten daar. Inderdaad. Ah, zo, kom jij eens hier. Zo, die is dood. Nog andere clowns. Jij bent nog een clowntje. Dat ik nog wil neerhalen. Daar is nog een clowntje. Zo, rip hem. Ah, deze ga ik ook even neerhalen. Zo, dat scheelt ook weer. Het is natuurlijk wel net een grote slime. En mijn arrows zijn op. Tuurlijk. Zo, dat was hij. Ah, die ziet er sterk uit. En ja, dan gaan we heel even hierheen. Zo. Want in de 1v1 kunnen we van ze winnen. Maar niet als ik op mijn bezem zit. Zo, doei. Ciao. En dat waren de magma slimes. En dan pakken we lekker het gold. Maar daarvoor ben ik hier niet. Ik ben hier voor iets veel interessanters. En dat is de loot die in zo'n bastion kan zitten. Want de loot is, zoals jullie weten, bij structures aangepast. En er zijn nog een stuk meer kisten hier. Die ik nog niet gezien heb. Een netherite ingot. En diamond gear. En ancient debris. Heerlijk hoor. Chilling of fire trail? Doe maar chilling. Ik heb liever chilling dan fire trail. Al weet ik van beide niet wat ze doen. Maar het is chilling lijkt me beter. We moeten deze kant op, want hier zag ik nog wat loot. Loot. Hier erachter. Zo. Hallo. Soul Speed 3 Gold Boosts. Omdat het gold is, boeit het me niet. Banner Pattern, die nemen we mee. Hier hebben we nog wat Firebolt Throwers. Ja, 1 arrow, dat boeit me niet meer. En dan moeten we nog door deze muur heen. En dan hebben we de laatste kist die ik in ieder geval gezien heb. Want ik weet, zoals ik al heb gezegd, niet hoe deze bastions in elkaar zitten. Maar ik denk dat we best wel wat oké loot eruit hebben gekregen. Ik bedoel, een netherite ingot is niet slecht. Zeker niet. Zeker niet voor het niveau waar wij nu op zitten. Want we hebben net diamond gear. Eens even kijken. We gaan nog eens even omhoog. Om nog even te checken. Daar is nog een kistje. Daar is een vuurvos. Kistje. Die heb ik al. Die nog niet. Die nog niet. Soul Spree 3 Boekie. Zeker, maar we nemen hem wel mee. Want Obsidian neem ik ook mee. Bucket of Water hoef ik niet. Hebben we nog meer kistjes? Ja, daar. Hallo. Je hebt de zwaar. Oh! Hier hebben we nog een kistje.
Spectral arrows. Dat is die wolf die ik daar hoorde. Ik zat zo van, waarom hoor ik een hond? Die wil ik ook nog wel. Armor cent. Moeilijke keuzes. Omdat je te veel loot hebt. Een boos vuurhondje. Boos. Nee, dat was het. En dan boeken we. Boeken. We gaan er vandoor. En dan wil ik de video afsluiten. Want ik denk dat die lang zat is. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik in ieder geval wel. Want loot mag er zeker wezen. Volgende keer gaan we wat met dit Netherite script doen. Ik weet nog niet wat. Maar we zien wel. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende episode van Maxed Out Minecraft. Doei doei!